Ja, was het. Hoe vind je het nou, Luc? Ja, wel leuk. Het ziet er wel goed uit. Leuke buschauffeur, denk ik. Ja, een jonge vent, dus dat wordt wel lachen. Wat is het? Hoe noem je het? Hij lijkt echt als zo'n iemand die in zo'n Michael Bay film kan spelen. Tenminste, als hij beetje de zonnebril op heeft. Een beetje impossible zo, weet je. Ja. Zo, hij lijkt... Ja, dus die dan op zo'n trein gaat staan of zo. Ja, en als hij zo'n gebouw gaat upsilen. Kijk nou, allemaal tattoos en zo, hij staat in. Ja, alleen als hij op een moment kan ontploffen, iets laat ontploffen. Ja, gewoon, die auto nu gewoon, bam, zo dat hij één knip met zijn vinger. Ja, dat gaat dus wel over hem heen, dat. Kom op, geef het maar. Hij lijkt op een soort van Tom Cruise of zo. Ja. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. Always look on the bright side. En Luc? Ja. Gaat goed? Ja. Alles volgens plan? Alles volgens plan, we rijden nog mooi recht. Links. Mooi recht. Twee. Ja, wel links, hè? Ben je er al aan gewend? Nee. Nee, ik ook niet. Jij wel, Peter? Nee, ik ben nog buiten kijken raar. En jij? Nee, ook niet. Ik ben je duizelig van. Mooi hier, hè? Nog. Nee, het is een beetje industrie. And I know I should be happier, but instead there's a question I can't get out of my head. What's the meaning of Stonehenge? It's killing me that no one knows why it was built 5,000 years ago. Why did they build the Stonehenge? Alsof je één hele lange paal maakt. Nee, het is niet één, het is een hele cirkel. Nee, dan kan je toch dat nog beter een huis kunnen maken, gewoon een groot huis. Maar die heb je dan al, hè? Ik wil dat niet. Ah. Oké, ik krijg een potje op Erwin, een soort van park vol met allemaal aquariums. Maar wat zijn dit voor soort dieren? Je hebt ze net gefilmd, dus iedereen weet al wat ze zijn. Ja, hoe heten ze? Ze heten pinguïns. En wat gaat er nu gebeuren? Ze worden gevoerd. Oké, dat wou ik horen. Now, a big issue for these guys in the wild is the fact that we like to eat the same fish as the. Hallo Jarmo, waar zijn we nu? Fish. We zijn in Bournemouth bij een. Fish. Ja, kijk maar. Dit is gewoon een fish. Dit is een langa. We gaan nu even hierheen. Ja. En we zijn nu gaan even hierheen, want daar worden de schildpadden gevoerd. En dat heet. Kijk hoe groot die dingen zijn. Open up on the internet.
zo'n popmuziek.